dit is gewoon, hoe heet het, koffietijd of koken met kijkers, of hoe noem je dat dan? Ja, bakken met BBB. Bakken met BBB? Ja. Dat... Jij bent vanuit de partij of ben je ingehuurd om dit zo te doen? Ik ben hier volledig vrijwillig en ik ben de zoon van de Plas. Ja. Oh, je bent de zoon van Caroline. En wat is jouw naam? Kel Gruppeling, andere achternaam. Oké. Okay. Wel de zoon. Kel, hoe heb jij dit beleefd? Hoe heb ik dit beleefd? Het moet nog even inzinken. Ik zit nog steeds in een soort van roes of zo van wat is er gisteren allemaal nou echt gebeurd? Want ik had wel winst verwacht en de grootste heel misschien, maar het is echt wel mijn verwachtingen te boven gegaan gisteravond. Ja. Dat jouw moeder dit nu doet, natuurlijk niet heel lang geleden met de BBB begonnen, is je hebt dat avontuur natuurlijk meebeleefd. Hoe heb je daarnaar gekeken? Vol bewondering. Soms met wat angst. Nou, niet angst, wil ik niet zeggen. Met wat spannend, zeg maar. Het is... ja, waarom dat? Nou ja, weet je, je wordt wel... je komt dan met één zetel in de kamer en dan moet je meteen aan de slag. En je wint nu, je hebt nu gigantische winst. Daar wordt er ook wel wat van je verwacht. En dat is... voor mij soms wel spannend. En heb je daar gisteren een hele dikke knuffel kunnen geven nog? Jawel, ja, meerdere. Ja? Ja. En wat is je tip aan je moeder voor de komende jaren en de komende tijd? Zet hem op en laat je goed horen en laat je niet aan de kant zetten door uitspraken als we gaan wel formeren over links. Want dat is gewoon het negeren van de kiezer. En dus, ik heb nog één vraagje, want er wordt ook wel vaak wordt BBB wat meer in de populistische hoek, hè, en in de rechtse hoek geduwd. Jij kent je moeder natuurlijk al je hele leven, hè? Ja, al 23 jaar. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe je het frame krijgt in de media soms, hè, ook niet overal, maar en op Twitter en op internet en zo. Van, ja, het is een partij van betaald door de Big Agro of... partijkartel of zo, hè, of populistisch aan de linkerkant. Ik zie, als ik op tv kijk naar mijn moeder, zie ik mijn moeder staan. En hoe zij praat en hoe zij doet en wat zij vindt, dat is wat zij al, 55 jaar vindt. En dat is al iets wat ik 23 jaar zie. En ja, ik ben wel ervaringsdeskundige met wat mijn moeder betreft. Dus je kan wel van mij aannemen dat het wel klopt allemaal. Ja.